Goeiedag, mijn naam is Aleta van der Donk. Ik ben 43 jaar en ik ben deeltijdstudent aan de Tilburg School of Theology. Wat betekent dat ik katholieke theologie studeer. Ik combineer mijn studie met een fulltime baan als moeder, doe daarbij ook nog wat vrijwilligerswerk. Het is voor mij belangrijk om mijn studie zo snel mogelijk af te ronden, maar vooral zo goed mogelijk. En ik moet zeggen dat het met de juiste planning echt heel goed te doen is. Momenteel zit ik in het tweede semester van het vierde studiejaar. Tja, en nu zitten we dus in deze coronacrisis. Kunnen we niet ons huis uit, dus niet naar de campus om colleges te volgen of om tentamens af te leggen. Maar goed, de universiteit wil natuurlijk wel graag verder. En als student wil je dat natuurlijk ook, want je wil toch zo min mogelijk studieachterstand oplopen. Gelukkig hebben we gemerkt dat aan de universiteit door docenten en alle ondersteuners op de achtergrond echt keihard is gewerkt om het online studeren zo snel mogelijk voor ons op poten te zetten. Een heleboel informatievoorziening liep eigenlijk al via digitale kanalen, zoals via de universiteitsmail of via Canvas, dat is een soort Blackboard. Maar binnen no time werd het ook mogelijk gemaakt om online colleges te geven en te volgen. Een heleboel docenten kiezen er ook voor om hun colleges op te nemen, zodat mensen die door de omstandigheden de colleges op het moment zelf niet kunnen bijwonen, het toch later nog eens kunnen naluisteren en nakijken. En dat is natuurlijk ideaal, vooral voor moeders zoals ik, die zich vaak in een huis vol drukte moeten zien te concentreren, is het dan erg fijn om het later nog eens na te kunnen kijken. Dan wil ik dit blogje graag afsluiten met een aantal tips voor het online studeren. Misschien is dat handig voor als je al studerende bent of dat binnenkort wil gaan doen. Tip 1. Mijn eerste tip is: zorg voor goede wifi. Op het moment dat je je college wil gaan volgen, check even of niet 3 of 4 andere huisgenoten al op bijvoorbeeld Netflix of het Disney Channel zitten, zodat het wifi-kanaal wellicht overbelast kan raken. Vraag ze dan vriendelijk om even een beetje ruimte voor je te maken, zodat jij ongestoord en met een goede verbinding je online college kan volgen. Tip 2 is: zorg voor goede oortjes of een goede koptelefoon, want het is natuurlijk wel zo fijn als je docenten en je medestudenten goed kunt verstaan. En mocht je het je kunnen veroorloven, zorg dan voor een koptelefoon met noise cancelling. Want zeker in een huishouden met veel drukte biedt dat zeker uitkomst. Tip 3 is: maak goede afspraken met je huisgenoten. Voor de momenten dat je dus wilt studeren of colleges wilt volgen of bijvoorbeeld filmpjes op wil nemen. Het is dan natuurlijk wel zo fijn dat je ervan uit kan gaan dat je niet constant gestoord wordt. Wat ik bijvoorbeeld doe is: ik maak hele goede afspraken met mijn kinderen. En ik beloof ze bijvoorbeeld om na mijn studietijd echt samen even iets gezelligs en leuks te gaan doen. En dat werkt best prima, toch, Kay? Huh? We gaan dadelijk even wat leuks doen. Oké. Nou, tot dusver mijn ervaring met het online studeren tijdens de coronacrisis aan de Tilburg Universiteit. Mocht je overwegen om je in te schrijven op een studie zoals theologie of misschien een andere studie, laat je in ieder geval niet weerhouden door de omstandigheden. Want waar een wil is, is een weg. Dag!